Ja guys, wij kunnen er even met vandaag een kijkje op Project Geo. Oké, okay, we hebben natuurlijk al in Amerika smash the Movie gehad en die film over KSI, Late in America. Nu zijn ze hier in Nederland ook begonnen met de trend en hebben we de film van Dylan Haegens, Hardwater en nu... Project Geo. Voor de mensen die het niet weten, Hard is mijn film. Een kortfilm. Ik vond hem de wel een deel waard. Het is namelijk evengoed een andere YouTuber die ook een film heeft gemaakt. En dat is mijn leven, hallo. Maar natuurlijk ging hardwater quasi niet over mij. Het ging over dingen die ik heb meegemaakt, maar, ja, het is een, ik ben geen vrouw, dus. Het ging niet over mij. Maar, Project Geo? Ja, dat was De film van Dylan Haggis ging over Dylan Haggis. Oké, okay, hoe kan ik dit het beste plaatsen? Het is een bioscoopfilm. En daar gaat het fout. Begrijp me niet verkeerd. Het is niet dat ik je tegen ben dat YouTubers eigen films maken. Alles behalve. Ik juich je toe. Ik vind het cool. Het enige grotere probleem wat ik met al deze dingen heb, is dat het bioscoopfilms zijn. Het zijn YouTubers op het grote doek. En ik moet zeggen, de film van Dylan Hagen slaagde er niet in. En deze film slaagt er al zeker niet in om een bioscoopwaarde naar mijn gevoel te halen. Zoals Martin Scorsese het zo heel mooi kan zeggen over Marvel films, dit is geen cinema. En dit is in ieder geval geen cinema. Een YouTuberfilm vind ik dat nu te met de kwaliteit die Bas van Teylingen toch wel een best wel goede regisseur heeft. Bijvoorbeeld ook Zoep en Duizend Noemens geregisseerd. En dat zijn allebei goede dingen. De film van Den Haag is, is ook geen slecht ding. Deze film is op zich ook geen slecht ding. En het grote probleem is, is dat het gewoon niet gemaakt is voor in de cinema. Als we deze film nu direct naar Netflix hadden gestuurd of naar YouTube en YouTube Premium, je had moeten betalen om te kijken, dan had ik het perfect gevonden. Had ik er graag voor betaald en dan had ik het ook echt een goede film gevonden. Maar ik ben helemaal naar de bioscoop moeten rijden van deze film. En ik vind, als je de plaats pakt van echte prenten naast bijvoorbeeld op dit moment Doctor Sleep, Knives Out, en dan happy Project Geo. Het is heel cool dat YouTubers eigen films maken. En de films zijn alles behalve slecht. Ze zijn op zich best wel goed als films over YouTubers, maar ze horen niet thuis in de bioscoop. Want nu moet ik ze namelijk gaan behandelen als echte bioscoopfilms. En ja, bioscoopfilms als de gelijkenissen van Avengers Endgame, van Detective Pikachu, Spider-Man into the Spider-Verse of gewoon iedere andere perfecte, prachtige cinemafilm die ooit gemaakt is. Ik moet ze daar nu naast gaan zetten en dan is deze film gewoon slecht. Dus voor we beginnen, ik kan je nu al zeggen: deze film gaat een vreed slechte score krijgen. Maar neem deze score met een korreltje zout. Als je fan bent van Geo, ga deze film kijken. Want deze film is op zich als film niet goed. Maar hij is wel enjoyable als gewoon een extra 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 large vlog van Geo. Hoewel ik deze film nu op dit moment ga bombarderen met slechte scores, als deze, video gewoon, als deze film gewoon direct op YouTube had gestaan en ik had hem daar kunnen kijken, dan had ik hem gerust goede scores gegeven. Want dan had ik hem niet behandeld als een bioscoopwaarde film. Een film dat best wel waarde mag hebben. Dit had ook nooit in de Cinema mogen komen en dat heb ik ook expres niet gedaan. Zelfs niet alleen voor vrienden. Er moet kwaliteit zijn en dat is al zo erg de laatste tijd met originaliteit. Dus. Dit is volgens mij het langste wat ik ooit heb gepraat over een film. Laten we gaan beginnen voor deze video. Deze review al 10 minuten duurt, wat de hel. Oké, okay, nog heel kort voor we gaan beginnen voor de laatste keer, voordat al de GeoFans mij gaan bombarderen. Deze film is niet slecht. Deze film is best goed. Als hij niet in de bioscoop was geweest, maar gewoon direct online had gestaan, dan was het een perfecte film geweest voor jou om met je smoel naar te kijken. Nu is het in de bioscoop geweest, nu moet ik hem behandelen als bioscoopfilm. Je weet wel, een film net zoals The Shining, net zoals Students of One and Space Odyssey, net zoals alle andere Tarantino films, net zoals iedere film die ooit geweldig goed behandeld is geweest en echt als masterpieces worden beoordeeld. Dat hoort deze dus ook bij. Die Rijken. Gio! Gio mag geen feest geven, en door een stomme Insta-story van zijn beste vriend komen er ineens meer dan duizend man af naar zijn huis. En plaatsen ze het dak er daadwerkelijk af. Om de reparaties te kunnen bekosten, heeft Gio helaas geen cent meer over door de aankomst van een nieuwe Range Rover. En moet hij jobjes gaan aannemen om deze te kunnen betalen. Maar helaas is Gio een YouTuber en YouTubers verdienen geld met YouTube en kunnen dan ook gewoon geen andere dingen. Volgens deze film. Gio weet bijvoorbeeld niet hoe dat een zwabber werkt. Hij weet niet meer hoe dat hij moet fietsen en hij gebruikt een pizza ding om vieze dingen mee te doen. Ik ga dat allemaal niet vertellen, zie het lekker zelf in het cinema. Of thuis. <laughs> het jammer is dan ook dat het verhaal volledig over de top gaat hiermee en het is gewoon bijna onmogelijk om het in het echt te doen. Verder zit er nog wel een relatie bij je die op zich wel heel erg goed in elkaar zit en ik vond het ook wel een van de leukere dingen van de film. Maar ook een hele portie geluk bij een ongeluk en ongeluk bij een geluk en dat maakt de film weer een beetje minder. De film wordt uiteindelijk dan ook pas best goed in de derde act, maar je hebt er wel al een uur naar moeten kijken voor je op dat punt aankomt. Verhaal 90 op 200. Hoewel Gio me een heel erg toffe gozer lijkt in al zijn video's, zie ik daar in deze film weinig van terug. Het personage van Gio is heel erg verkinderlijk en zoals ik al heb gezegd, hij weet niet hoe dat hij met een zwabber moet omgaan. En dat is gewoon te dom. Je weet gewoon dat Gio in het echt wel goed bij de pinken is en dat deze personages alleen maar gepersonaliseerd zijn voor deze film. Iets waar ik best wel tegen ben als je een biopic maakte en tussen haakjes. Zoals ik ook al eerder zei, ik vond de relatie tussen G en Tamara wel goed, en de twee pasten wel bij elkaar. En als ze op het scharen waren, dan klikte het ook wel. Ze hadden een bepaalde chemie en een bepaalde passie die goed in beeld is gebracht en die G ook best wel goed geacteerd heeft. tegenopzicht van de rest: Personages 80 op 200. De film is op zich vrij kort met maar 1 uur en 27 minuten op de teller. Maar de film treedt extreem vaak in herhaling. En verder wordt de film ook gewoon opgevuld met dingen die er niet in thuis hoorden. Bijvoorbeeld Act 1 zit vol met drone shots. Die op zich wel repetitief... En vervelend waren na een tijd. Act 2 was natuurlijk baantje na baantje na baantje na baantje na baantje, dat bijna op identiek dezelfde manier altijd fout ging. Het verveelt je na een tijd gewoon. Verder heeft de film ook CGI gebruikt die ik persoonlijk niet echt nodig vond. Oké, okay, je moet een stuk uit het huis blazen, maar daar had je ook andere manieren voor kunnen gebruiken. In de plaats van computer generated dingen te gebruiken die op zich niet past binnen de film. Want het ziet er gewoon niet echt echt uit. En daarbij kan ik ook nog vertellen dat de film vol zit met continuïteitsfouten. Maar echt vol met continuïteitsfouten. Pacing and Designing 60 of 150. Oké, okay, het is een kinderfilm en een kind moet het kunnen begrijpen. Maar je mag ook wel een beetje met de gedachten spelen van een kind. En je hoeft het niet letterlijk als pap in de mond te geven. Wat ik ermee bedoel is dat de surprisement van deze film en de... Wauw, dit zag ik niet aankomen gehalte van deze film zodanig laag ligt dat je letterlijk gewoon bijna het script al kan zeggen. Het enige wat dat je niet zelf perfect kunt scripten nog voor het gezegd is, zijn alle merken en alle ads die doorheen deze film verstopt zitten. Met verstopt bedoel ik letterlijk op je beeldscherm. Of nee, op het cinema <laughs> Surprisement 10 op 100. Helaas, maar ik moet het gaan blijven zeggen. Maar YouTuberfilms zijn wel leuk, maar het acteren trekt op je vetzee. En ik snap het wel. Het zijn mensen die bijna nog nooit geacteerd hebben, die gaan je nu een hoofdrol geven in een film. Wat best wel intens is om te doen. Maar het is het minste van de moeite om even 10 weken voordat je begint met de shoot van de film. Te zeggen van we sturen ze naar een cursus acteren. En daar kunnen ze lekker in gang gaan. Laat ze gewoon. Perfect leren acteren in 10 weken. Het gaat nog steeds abominabel slecht zijn, maar er zitten mensen toch al een vorm van geloofwaardigheid in. Ik heb over de laatste 10 weken heb ik ook acteerlessen gevolgd, en we zijn met een groepje van 5 en we zijn van in het begin nog amper iets kunnen, zijn we nu bijna perfect in de. In emoties leggen en ons acteren is dat werkelijk best wel fucking goed. En hoewel ze het het meeste van allemaal probeert vind ik Melanie het slechtste acteren van allemaal. Ze moet wat kwaad zijn en het is niet moeilijk om kwaad te zijn als je tegen je eigen broer speelt. Maar ja deze film slaagt er niet in en de relatie tussen de vier familieleden is zo goed dat de... Conflicten er niet goed in doorkomen en Melanie moet heel vaak nog zijn, maar ze kan het gewoon niet vaardig op beeld brengen. Verder hebben we ook de bijna altijd happy Gio die ineens een gigantische huilszene moet gaan doen, waarin hij meer dan een minuut bijna gewoon moet zitten huilen en het werkt gewoon niet. Er in tranen en het enige wat je ziet is <laughs> acting 20 op 150. Ook de critics, met name de Telegraaf, van deze film niet bepaald goed en geeft hem een 40 op 100. Gio, ik mag geen grappie, maar ik geef deze film een 15 op 50. En op Letterboxd ben ik nog iets strenger en ik geef hem 1 ster. 10 op 50. Dat brengt de totaalscore van Project Gio uit op een 325 op 1000, oftewel een 3,3 op 10. Kan jij deze film kijken? Laat het zeker weten wat je ervan vond in de comments hier beneden. Nooit nog een laatste keer. Ik vind de film niet slecht, maar gewoon als een bioscoopfilm doet hij het gewoon. Alles behalve goed en is hij ook gewoon niet goed. YouTube film, perfect. Mensen bedankt voor het kijken en bye bye.